Ja, je staat toch echt raar te kijken als je 's ochtends naar je werk wil gaan om zonnepanelen te installeren. En de bedrijfsbus met je gereedschap is niet alleen open, maar ook nog eens akelig leeg. In de volgende zaak staan twee dieven op beeld. De late woensdag 6 maart komt aan de Rosmolen in Westervoort een donkere personenauto het hofje op. De twee inzittenden parkeren rond 11:15 aan de overkant van het plantsoen en lijken dan vrij bewust naar de bedrijfsbus te lopen die door een van de bewoners wordt gebruikt. De twee mannen beginnen te wrikken aan de achterkant. Het duurt even. Uiteraard heeft de monteur van het zonnepanelenbedrijf de bus goed afgesloten. Maar het slot op de achterdeuren begeeft het uiteindelijk toch. Terwijl de ene man achterin de bus het meest kostbare elektrische en handgereedschap bij elkaar zoekt, kijkt de ander nonchalant of niemand iets daar aan de Rosmolen in Westervoort in de gaten heeft. Uiteindelijk lopen ze hier met al het gereedschap weg. En wordt de diefstal pas 's ochtends ontdekt als de mannen al lang en breed zijn weggereden. Even de beste beelden van alle sporen. Dit is de auto die de mannen die avond gebruikten. Een van de auto-inbrekers is alleen bij de achterkant van de bus te zien. De ander komt beter in beeld omdat hij heen en weer liep. Ook hier moet u er rekening mee houden dat het nachtbeelden zijn en de kleuren daarom vertekend zijn. Maar je ziet bijvoorbeeld prima de haarlijn van de man en zijn gezicht. Heeft er iemand informatie over deze auto-inbraak?